Geef hem een warm applaus, Jandino. Ja? 100.000? 100.000 bezoekers, man, je hebt al gauw gehaald. Gefeliciteerd! Ren, ren, ik had het. Ren, doe je ding, doe je ding. Ik had een klein beetje vermoeden, omdat mensen raar tegen mij aan het doen waren. Maar ik had niet vermoeden dat dit was. Ik wist dat er iets ging gebeuren. Omdat als wij Q&A hebben, dan weet ik alles van tevoren. En dit wordt opeens zomaar erin gestopt. Dan denk ik, ja, wat raar. En dan zou ik of kaartjes scheuren of met iedereen op de foto gaan. Meteen aan het begin zitten ze al binnen. Dus dat was gek. Dus ik dacht, ja, iets klopt niet. Maar ik had dit had ik niet verwacht. Nou, het is wel... Het is tof voor alle acteurs en... dat dit het is, tof voor de acteurs, maar vooral tof voor de producenten. Dat, kijk, je investeert in opeens iets wat nog niet is gedaan. Hè? Zo'n soort comedy hebben we nog niet gehad. Dus dat is gewoon even, je neemt een risico. Als je dan dat gaat doen en als het niet lukt, dat betekent dat het moeilijker gaat worden voor de rest die daarna willen volgen. Dus nu is het heel tof, dus dat betekent dat dit is al gelukt. Dan, of tenminste, gaat het heel erg goed. En dan is het weer tof voor volgende projecten, voor andere acteurs die denken van, of filmmakers denken, nou, we willen ook zo'n soort comedy maken. Nederlandse volk vindt het super tof, ze komen massaal. En dat betekent alleen maar goed nieuws voor de filmindustrie, denk ik. Niet dat ik nu mijn eentje filmindustrie aan het redden ben, want Star Wars doet ook wel goede dingen, maar daar kan je niet lachen.